Vandaag zijn we neergedaald in Rolde. Wij gaan meedoen met de Rolde Torenrun en dan de 10 kilometer. Ik ga even op zoek naar het startnummer en naar de start. En we gaan elkaar zo weer zien. Ik heb de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Wij gaan eens even naar binnen. Wij zijn aangekomen bij de balie waar we ons startnummer op kunnen halen. Benieuwd of die erbij zit. 307 hebben wij. Kijk eens. Het startnummer is binnen, jongens. Nummertje 307. Wij gaan hem even bevestigen. Nou jongens, we zijn aangekomen bij de start. We gaan hem doen. 10 kilometer, rol de torenrun. Ren maar lekker met ons mee. Tot de eerste pitstop. Christine Koning uit Groningen, 45-29. Nog 5 seconden voor de start. En jullie worden uitgeblazen door de hoornspeler. En kijk eens aan, de langgerekte lint, dat gaat aan ons voorbij. We zijn er niet alleen, we blijven hier ook in de buurt. Een ronde van 10 kilometer, geniet ervan. En zorg dat je dicht bij just hurry. Tell me I'm special.
she's hides when I'm too worn out, when I'm too worn out. So I'm never coming down.
Kijk eens aan, jongens, het allereerste waterpasje. We gaan eens even lekker genieten van een heerlijk bekertje water. Hartstikke bedankt, meneer. Zo, lekker wat water. En ja, het is een heerlijke dag. Prachtig weer, bijna 20 graden. En ja, lekker door het bos genieten. Volgens mij ga ik nu ook hele leuke rondjes maken. Want ik zie daar nog een paar bij een waterpostje. Dus volgens mij wordt dit een kruispunt. En ja, gaan we hier nog weer een keer terugkomen. We gaan nu het Balenwoordveld in. Ik ben hartstikke benieuwd hoe dat eruit ziet. Jongens, nog een heel klein leuk verhaaltje. Ik zit nu net over de 2800 abonnees, subscribers. Dus laten wij dit jaar, 31 december, hopen dat we de 3000 bereikt hebben. Ik ga erop gokken dat jullie je allemaal gaan abonneren. Subscriben, jongens, liken, druk op het belletje. En Jampie gaat weer rennen. Lekker het Balenwoordveld in. Jongens, tot de volgende pitstop. Maar weer. Yo! But
Kijk eens jongens, wat we hier hebben. Een mooi beetje stenen. Eens even kijken wat het is, wat het voorstelt. Wij zijn wel weer benieuwd, we komen hier nooit. Wat staat er? Even kijken, back. Oh, rolde, kleine stoefie. Ik heb echt geen flauw idee. Lieve roldenaren, willen jullie beneden in de comments even aangeven wat dit prachtige stukje kunstwerk is? Dan kunnen wij dat eventjes in de beschrijving zetten. Nou, en door.
Ach kijk, heerlijk. Water, lekker. Genot. Smaakt naar meer. Nou, dankjewel. Even weer een heerlijk bekertje water, jongens. We zijn net over de 6 kilometer. Dus ja, over de helft. Heerlijk. En ja, volgende week gaan we trouwens meedoen met de grootste 4 mijl van Nederland. Is het niet de grootste 4 mijl van Europa? De 4 mijl van Groningen. Lekker dichtbij, gezien ik zelf in Emmen woon. En ja, die week daarop gaan we meedoen met de TCS Amsterdam Marathon. En dan de halve natuurlijk. Maar over een hele marathon heb ik ook nog wat te vertellen. Maar dat doen we bij de afsluiting. Even een slokje. We komen op Rosso TV. Mooi, Rosso. Je komt op Rosso TV. Kijk daar, leuk. Nou, even zwaaien. Zo, kijk jongens. Fans overal in het land. En ja, wij gaan even verder. Het is toch nog maar 3,5 kilometer. Oh, tranen in de ogen, jongens. Heerlijk. Nou, wij gaan weer verder. En wij gaan dit varkentje eens even wassen. Wordt het binnen het uur? Ik weet het niet. Ik denk het haast niet. Maar ik heb ook besloten even rustiger aan te gaan doen. Ik moet heel veel long runs gaan doen. En ik leg jullie straks uit waarom ik dat ga doen. Nou jongens, tot misschien de volgende pitstop en anders de finish. Jodel! Satisfied with just getting by, so I wait for you.
Nou, ik zie hier nog één drankpasje. Laten we die ook nog maar even pakken. Ja. Wat fruit voor jou? Wat fruit, kijk. Dat is even lekker. Heel erg fan van banaantjes. Oh, heerlijk. Mmm. Ja. Je moet natuurlijk ook goed eten. En drinken. En drinken. Ah. Maar dat zijn nog halve marathons, geloof ik. Excuses. Zo. Nou, nog even dat banaantje. Sorry voor het gespuw, jongens, maar... Het is niet anders. Al het slijm gaat je vastzitten. Doe maar een beetje... Dan moet je water hebben, denk ik. Een beetje water, ja. Lekker. Ja, die wordt uitgezond. Vanavond, als het goed is. We gaan ons best doen. En ik hoop ook dat Rolder Torenrun deze prachtige opname weer op de website zet. Alweer, ik heb hier nog nooit gelopen. Ik geloof dat dit de tweede editie is. En ja. En de eerste heb ik niet meegedaan. Maar ik zie daar alweer een mooie kerk. En dat rondje om de kerk, dat hebben wij vanmorgen ook al gedaan. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. Ah, jongens, nog een heel klein stukje. Een dikke kilometer. 1.1. We gaan het redden. We gaan het doen. En daarna gaan we heerlijk kijken wat voor super speciaal biertje ik heb. Tot bij de finish, jongens. Jodel! For way too long, this can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. Do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. Gonna find them, la 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 la. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. You're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone.
Nou jongens, ik zie de boog alweer in mijn vizier. We zijn er bijna. Nog een kleine 100 meter. En dan hebben we weer gehaald. En dan gaat hij dan, jongens. Bijna over de finish. Bijna. En dan nou, ben je beeld. Hebben we hem weer. Nummer 7, Jan Rossing. De man uit Emmen. Altijd met de camera erbij. Gehaald. Dan zien we daar. En dan krijgen we hier een prachtige medaille. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan gaan wij nu direct door naar de afsluiting. Met het nummer 9. Dat was dan alweer de Rolder Torenrun 2023. Een prachtig mooi loopje door het mooie Drentse Baarloerveld. Een beetje doorrolde heen, rondje om de kerk en weer terug. Heerlijk 10 kilometer gelopen. Ja, het was echt lekker weer ook. Dus ik ben hier blij mee. Jongens, waar ik ook blij mee ben, is volgende week, want volgende week gaan wij meedoen met de grootste 4 mijl van heel Nederland. Misschien wel de grootste 4 mijl van heel Europa. Ik weet het niet. Er doen iets van 40.000, 50.000 mensen naar mee. Het is van Haren, het centrum, naar Groningen centrum. En er staat van alles langs de kant. Muziek, bands, er is een heel feest opgetuigd op de vismarkt in Groningen. Daar waar wij finishen. Ik heb er gigantisch veel zin in. Ja, en wat er daarna gaat gebeuren, dan krijgen we de TCS Amsterdam Marathon. Wij gaan daar de halve marathon doen. Dat is over 2 weken. En dat moet ook een pittige worden. Ja, en in de toekomst, jongens. Ik ga dus ook meedoen aan de Wintermarathon Leeuwarden. Dat is in december, eind december. En dat is dus ook een halve marathon. Nou ga ik ook meedoen in januari met de Egmond aan Zee. Halve marathon. Dit moet een super zware over het strand zijn. Maar het is toch wel aardig leuk voor de training. Want wat heb ik geflikt deze week? Ik heb mij ingeschreven voor de Rotterdam Marathon 42 kilometer. Dit is in april, dus ik moet flink aan de training. En ik moet flink gaan trainen, want dat wordt een ultiem zware voor mij. Ik heb een grotere geheugenkaart gekocht voor in mijn camera, want ik ging het niet redden met een kwart terabyte. Dus ik heb een kaart van een halve terabyte aan moeten schaffen om in de camera te doen, zodat ik meer dan 5 uur kan opnemen. Want ik weet niet of ik hem binnen 5 uur red. Ik hoop dat jullie wel 5 uur blijven kijken. Daarnaast heb ik mij ook nog ingeschreven voor een loterij voor de Berlijn Marathon in september. Dus mocht dat goed gaan, gaan we ook nog meedoen met 42 kilometer door Berlijn. Een van de Big Six. Ja, ik heb weer heel wat op de planning staan. Dus het worden ook weer heel wat lekkere reviewtjes. Jongens, vergeet trouwens eventjes niet, even voor het review aan. Ik zit nu op 2810 subscribers. Jongens. Eind december 3000 zou ik zo leuk vinden, zou ik zo leuk vinden. Het kanaal gaat gigantisch goed, ik ben er ook hartstikke blij mee. Ja, dat er iedere week weer een aantal abonnees bij komen. Het maakt mij hartstikke gelukkig. Maar wat mij nou heel erg gelukkig gaat maken, is wat ik hier heb staan. Een nieuw 0.0 biertje. En ik zie dat dit een Italiaanse is. Kijk eens even, ik wist niet dat ze deze in de 0.0 hadden, maar dit is de Birra Moretti. Dit is een uitzonderlijk lekker, heerlijk Italiaans biertje, als er alcohol in zit. Dus hebben ze dat ook met 0.0 kunnen doen? Nou, wij gaan het even bekijken. Staat er nog wat speciaals op? Birra Moretti is in 1859 door Luigi Moretti opgericht en wordt gebrouwen met puur en eerlijke ingrediënten. Het resultaat is een kwaliteitsbier met een frisse, soepele smaak.
Nu ook zonder alcohol. Birra Moretti Zero. Nou jongens, even openplappen die rommel. Zo, hij plapt er weer. Dan zal het wel een goeie zijn. Jongens, proost. Nou. Nou jongens. Nog één keer proberen. Want dit is nog niet eerder echt gebeurd op Russell's Running Channel, geloof ik. Ja jongen, ik moet zeggen, de Birra Moretti met alcohol is een van de lekkerste biertjes in krat. Maar dit smaakt werkelijk nergens naar. Wat een vieze bende. Huh. Nou, wij gaan hem niet meer afsluiten met een lekker slokje. Jongens, wij gaan even zorgen dat we richting de supermarkt gaan. En daar nog maar even een lekker 0.0 biertje ophalen. Maar deze gaat niet opgedronken worden. In ieder geval, geniet van het weekend. Geniet van de week. Geniet van het leven. Russell sluit hem af. Tot volgende week bij de 4 Mijl in Groningen. Yo!